Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op het kanaal Creatief met Rebecca. Het is weer sneeuwmaaltijd en vandaag gaan we een sneeuwmaal maken in het thema thee. We gaan een thee sneeuwmaal maken en ik heb al een aantal voorbereidingen gedaan. Zo heb ik de theezakjes al even verpakt in deze verpakking. Laatst kreeg ik de vraag hoe ik dat deed. Nou, dit ideetje is niet van mij. Dit ideetje komt van Lies van Leonie, die ik volg via Instagram. Zij heeft dit via Pinterest gevonden en heeft het laten zien op haar Instagram kanaal. Voor de mensen die geen Instagram hebben, ga ik er eentje voordoen hoe we deze kunnen vouwen. En officieel komt dit van Pinterest. Dus het is niet mijn eigen ideetje om het zomaar te zeggen. Dus we gaan allemaal leuke theezakjes meesturen. En voor de rest, voor de basis, gebruik ik van Graph Sensation dit blok. En we gaan deze ook nog leuk versieren. En vind je het leuk om deze theesneeuwmaal te ontvangen? Laat me dan weten in de comments. En dan maak ik volgende week, dan gaan we deze gezellige sneeuwmaal natuurlijk weer weggeven. Voor nu zal ik zeggen, pak een lekker kopje thee erbij. En dan gaan we weer creatief aan de slag. En dan ga ik natuurlijk eerst beginnen met het kiezen van de basis. En het ideale van deze blok is dat zowel de voor- en achterzijde natuurlijk al bedrukt zijn. En als ik mijn papier heb gepakt, dan ga ik hem iets kleiner maken, zodat hij ook in de envelop past. Dus ik haal er 5 centimeter vanaf. Dan pak ik mijn kartelschaar erbij en daar ga ik hem mee rondknippen, zodat hij een leuke vorm heeft. En de kartelscharen zijn natuurlijk altijd verkrijgbaar in de hobbywinkel. Deze komt niet bij de Action weg. Volgens mij heb ik deze kartelschaar gekregen van iemand. Dus ik zou niet weten waar je deze de type schaar van daar. Bij een hobbywinkel hebben ze natuurlijk altijd verschillende soorten. Als ik hem omheen heb geknipt, dan ga ik natuurlijk de sneeuwmeel rillen, zodat er mooie vouwlijnen ontstaan. En hierdoor heb ik natuurlijk 3 vlakken. En dan ga ik jullie zo meteen uitleggen hoe je het theezakje vouwt. Maar dit is in ieder geval de basis voor deze sneeuwmeel. Ik ben ertoe aangekomen bij het maken van het theezakje. Deze heb ik alvast gemaakt. Wat heb je nodig? Je hebt een vouwer nodig om de lijnen mooi mee te krijgen. En een blokje van Craft Sensation. En dan nemen we een papiertje van 15 bij 15. Je draait hem om. En je begint te vouwen. En je vouwt hem eerst in de breedte. En hiermee deel je het papier een tweede. Dan vouw je hem nog een keer in de breedte. En hierdoor ontstaan er 4 vlakjes. Dan vouw je het weer in de breedte, maar dan vouw je hem alleen naar de middenlijn. Je draait je papiertje om en je vouwt van de andere kant naar de middenlijn. En hierdoor ontstaan er 8 vakjes, om het zo maar te zeggen. Ik zal de camera iets dichterbij zetten, zodat jullie het iets beter kunnen zien. Je hebt hier nou 8 vlakjes in de breedte. Je draait hem dan om en je vouwt hem nog een keer naar de middenlijn. En dat doe je ook bij de andere kant. Je draait hem om en je vouwt hem naar de lijn. En hierdoor zie je in het midden een driehoekje ontstaan. Of een ruit, bedoel ik. Dan vouw je alleen de puntjes en die vouw je naar het midden van de ruit. En doe je bij alle 4 de hoeken. En zo ontstaat er 1 grote ruit. Je hebt het midden nu een kleine ruit en aan de buitenkant heb je een grote ruitvorm. En dan vouwen we alleen de puntjes naar de buitenlijn van de grote ruit of vierkant.
En na het vouwen van het laatste hoekje zijn we aangekomen bij het in elkaar vouwen van het theezakje. Dus dit heb je. Dan pak je hem vast en je bij het midden. En je vouwt de middenlijn wat naar binnen. En het is even werken, omdat het vrij stroef papier is. Maar in het midden vouw je hem vast en de buitenste lijnen komen dan naar buiten. En hierdoor ontstaat er een hoekje waar je straks het theezakje in kan doen. En doe je bij alle vier de hoeken. In het midden vouw je hem naar binnen en dat is even prutswerkje. Je moet het papier een klein beetje helpen. En zeker bij de laatste is het even een prutswerkje. En dat ik nu met mijn handen ervoor zit, kunnen jullie het heel slecht zien. En dat komt omdat het gewoon heel, het is een heel precisiewerkje om al die hoekjes te vouwen. Maar als je ze alle vier naar binnen gevouwen hebt, dan is dit het eindresultaat waar je dan je theezakje in kunt doen. En dan kun je daarna dan nog even wat strakker tegen elkaar aanvouwen. En dit is dan het eindresultaat waar het theezakje in kan. De achterkant is blanco. Je kunt daar natuurlijk altijd een leuk stickertje op plakken. Of je kunt hem versieren. En dan pak ik mijn sneeuw erbij en dan gaan we hem opbouwen. En dan heb ik al mijn theezakjes, die heb ik er natuurlijk ingeplakt. En dan is dit het resultaat geworden. Ik heb hier de 6 theezakjes, die zitten erin. En ik heb ze vastgeplakt met een foamstickertje. En dan gaan we hem weer doen. En voor het dichtmaken van de sneeuwmeel gebruik ik lint van de Action. Het is het vintage lint, het zit op een grote los. En ik heb natuurlijk aan de voorkant nog een stickertje gedaan om hem wat op te leuken en ik hoop dat je wat inspiratie eruit hebt gehaald en dat je een beetje een idee hebt hoe je het theezakje nu vouwt. En ik wens je ook heel veel succes met het vouwen van het theezakje en laat me ook vooral weten of het duidelijk is. En anders zal ik nog een keer een aparte video over het vouwen van het theezakje maken. Voor nu wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. En vind je het leuk om deze theesneeuwmeel te ontvangen? Laat het me dan vooral weten in de comments. Dan heb ik hem dichtgemaakt en dan pak ik nog even een sticker erbij. Een diamantstickertje, ook deze komen bij de Action weg. En zijn we daarmee echt aan het einde gekomen van deze video. Dankjewel voor het kijken.